is het Zwarte Cross Festival 2015. Het festival waar helemaal gek gaan juist normaal is. Zwarte Cross, festival en heel veel bier. Liters bier. Het festival vanuit het oosten van het land. Een festival dat zeer mooi is als je het gaat beleven vanuit de Oosterse cultuur. Dat is vooral waar het om gaat. Cross op de motorbaan, muziek op de achtergrond op bijvoorbeeld het hoofdpodium. Of rustig gaan in de reggae-bijen of de theaterzaal. Daar kun je allemaal heen tijdens het theater of tijdens het Zwarte Cross Festival van dit jaar. Wij zijn er live bij hier met 120 AFM. Blijf ons volgen in deze special. Hoerentaat kwamen ze door aangeschud. Hoerentaat, want ze hadden van de motorcross gehut. Langzaam rijden, dat deden ze nooit. Daar vonden ze toch maar tiet verknoot. Bert is op zijn Otton en Tien is op de BSA. Naar de motocross op het Hengelse zand. De hoender en de vrouw liefst over aan de kant. Bert is op zijn Otton en Tien is op de BSA. Ze gingen oe-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 
roerend hart. Het is zaterdag. Het is een regenachtige dag. De regen is net voorbij. Het is een festivalterrein dat zeer modderig is. Maar het festival gaat door. Vandaag zaterdag, de poorten zijn gratis. Je kan gratis naar binnen, entree is gratis. Dat geldt alleen voor vandaag, zaterdag dus. Het festivalterrein aan het achterzijde waar ik nu heen kijk, is dat redelijk beter gevuld dan achter mij. Achter mij zie je het hoofdpodium. Het hoofdpodium waar het afgelopen tijd zeer stil was. Het was namelijk een periode van regen en storm. En daardoor hebben zij het hoofdpodium afgesloten en verstevigd met speciale staalkabels. Maar vanaf nu is het hoofdpodium weer open op de zaterdagavond en gaat het feest helemaal los op deze gratis avond van het Zwarte Cross Festival. Zaterdagmiddag van het Zwarte Cross Festival zou Kenny B optreden op het hoofdpodium. Dat moest hij afblazen bij het eerste nummer vanwege de regen. En ik zei, praat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. Ik zag er zo verlegen lachen. Kan niet geloven dat het echt was. Zijn de mijne zijn. Er is veel te veel op de Zwarte Cross. En nou sta ik naast iets. Wat moet het voorstellen? Wij zijn Indianen. Dat kun je toch zien aan de tooi. En waarom? Waarom niet? Dat is een hele goede vraag. Maar zit er een reden achter dat je zo naar de Zwarte Cross bent gegaan? Nee. De Zwarte Cross is gewoon gaan en gek doen. Ja? Ja, zeker. Daar staat bij jou Zwarte Cross voor. Gek doen. Ja, normaal ben ik al gek genoeg, maar het is toch even een niveautje hoger, hè, de Zwarte Cross. En wat heb je allemaal meegemaakt op de Zwarte Cross? Waar ben je allemaal geweest? Oh, ik ben crossterrein. Ja, lekker crossen. Dat was toch wel mooi. Een beetje wegwaaien op de cross, dat wel. En muziek? Ja, is goed. Ja. Welke muziek vind je bijvoorbeeld mooi? Dat maakt me allemaal niet uit, als het maar gezellig is en de bier maar vloeit. Precies. Zeker weten, ja. En jij, wat was jouw naam ook alweer? Mini Toe. En wat doet Mini? Zeg maar Mini. En wat doet Mini? Wat doet Mini hier op Zwarte Cross? Observeren. En wat zie jij onder observeren? Nou, ik kijk of het goed gaat met de mensen zelf.
Met de cross ook namelijk. Ja, oké. Okay. Ja. En cross vind je helemaal mooi? Ja, ik vind het helemaal prachtig. Liefst doe ik het zelf ook, maar ik kan niet. Hoezo niet? Proberen. Dat is een hele goeie. En hoe jij gaat, ben je goed met je luchte gitaar? Ja, ja, ik ben een beetje errend gitaren, hè. Ik merk het. Ja, dat gaat wel lekker. Veel plezier nog op Zwarte Cross. Dank jullie wel. En jullie ook succes vandaag, hè? Indiaanse. Ja, zeker weten. Naast muziek en andere cultuur was er natuurlijk ook de cross. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, it preys on him. It's getting bedtime syndrome. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats in the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad poses. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy. But the pain that haunts Star Trek symbol. De grootste headliner van de zondag was dan ook wel The Kooks. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just to hear about my day. Yes, I wish I would ever make it. Saying that's the Koyak. This is a project what I think is totally different from the rest of the festival. But what is it? It's an art exhibition. I'm doing sculptures, and these are sculptures which move. Only the sculptures move, so they get some extra action. So I guess maybe it's not fitting to Zwarte Cross, but it kind of is, because it's like also just machines and motorbike parts. But actually, it's an exhibition with action, so you're in an exhibition. What are your thoughts about the when you make it? What are your thoughts about it? Fun. Whoa, I'm gonna do this. It's something looking at me most of the time. Some part of scrap where I see some shape in which speaks to me, like an eye or a leg, or and then I see something and then I follow it up and add other parts. But I'm kind of not open-minded about the outcome of it. I just start adding pieces together and then they turn out as characters, and I'm just following that up. Yeah. Now we say it's like a band. How many years, months has taken to make this? Forever. It has been taken the last 7 years to build the band, but because the first 4 years I was lack of money, I always had to go work and then only spent a few my free time on it. By now it's better, they start to earn their money, but it's still a long haul to create one moving sculpture, one robot. The last one was quite quick, it took about a year. And the different bands, members, have they different names?
Oh yes, they have different names. There's like the bassist player is called African bass player because I think he's got something African to me. He looks a bit like this African spirit. He's got big lips and plays the bass, the heart of the music. And he was also freaking me out building him because it just took forever. He was the longest one, so I was like, ah, he's freaking me out. Ah, freaking, ah. So yeah, turned out African. And the drummer is called Boom Chuck. Pretty straightforward. We also call him Rubble as a nickname. And then the birds are pretty, also are pretty basic. They're called Birdie C, D, E, F, G, A, A, C, because that's how the notes they play. Altogether, I call them the flute flock. And then there's a manager. He's called Sir Elton Junk because he looks like Elton John. So he was the first one to the first living sculpture which moved. And he has been financing the other ones, doing street shows quite a lot. So he deserves to be the manager by now. Nice. And what are the plans about the future? What are you going to make? Another Memberlit? I'm so excited about like carrying on with this. I want to go bigger, better. So the next one is a keyboarder. I really need a lead musician. And I'd like to have a keyboarder at first. But I'd like to do a really big stage show with also show elements in the front, like a robot tiger jumping through a hoop to replace, you know, the tortured real tigers in the circus. So making a whole show. Yeah, I want to like create a whole show, like a mixture between like the art exhibition, because my pieces also, when they don't move, should be worth looking at just as sculptures, and all the bonuses are moves are bonuses. So what I'm doing is like a mixture between an exhibition, a circus, and a classic like rock and roll stage show. I like to kind of take that on tour as well, like to have it installed on an articulated lorry on a big trailer with open sides to open, so I can have to be pretty mobile with it. Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, stond dit jaar ook op het Zwarte Cross Festival. Het Zwarte Cross Festival 2015. Het festival waarin er veel modder, cross en muziek te horen was geweest. En natuurlijk ook te zien. We waren erbij en het is een heel druk festival op dit moment. Het nadert naar zijn einde. 3 dagen lang, 4 dagen voor de campingbezoekers. Een festival waarin veel was gebeurd. Een festival waar ja, redelijk veel mensen op afkwamen. Vooral de zaterdag waar heel veel bezoekers gratis naar binnen konden op de avond. En waar toch een festival in een goed verloop eindigde. Ik denk dat de organisatie ook mag genieten van deze editie. En ook mag zeker goed mag terugkijken op deze editie. En vooruitblikken naar de editie van 2015. We waren erbij. Dit was de special van het Zwarte Cross Festival 2015.